Hallo iedereen, welkom bij Dubai Vlog 4. Ik ben mijn intro vergeten op te nemen, daarom neem ik die hier op. Maar in deze ochtend ben ik gaan zwemmen, dat gaan jullie nu zien. Jullie vragen jullie vast af wie dat deze mensen zijn. Dit zijn Nederlanders die ook in hetzelfde hotel als ons verbleven. Uitzicht op alle torens, dus de grote toren en de andere torens. Drie jaar geleden zaten wij in dat hotel daar. En nu ga ik naar het Hard Rock Café 45 minuutjes wandelen. En dan heb ik zo'n lekkere t-shirt van Hard Rock Café Dubai. Dus laten we gaan stappen. We zijn er. En ik loop er zo in Dubai, maar ik heb een New York t-shirt aan, dus een beetje ongepast. Maar gisteren hebben we al een Dubai t-shirt gekocht, dus ik heb al zeker een souvenir. En hier staat al een Dubai Festival City bord, dus naar daar. Oh my god, dit kan ik niet geloven. Dit is gewoon een café zonder personeel, maar het wordt gewoon bediend door robots. Deze pakt het eten, zet het dan op een robotstofzuiger of zo. En dan komt het gewoon naar onze tafel. Hoe tof is dit? Dus we gaan iets bestellen, hè. Dankjewel robot voor de koffie die ik zelf niet ga drinken. En op het moment dat ze geen bestellingen hebben, beginnen ze gewoon even te dansen. Net zoals echt personeel. We zitten hier bij een restaurant en terwijl is er een super mooie watershow bezig. Even lekker Mickey geslagen in Dubai, heel raar om te zeggen. Ik dacht, ze hebben alleen maar chique Louis Vuitton. Maar blijkbaar is hier ook McDonald's. Ik heb één Hard Rock trui gekocht en ik ben er heel blij mee. Dus ja, op naar het hotel. En we zijn nu in de fitness. Zoals ik al zei, hier is dus de yoga studio. Maar ik ga niet te veel filmen, want wegens privacy van die mensen. Dus ja, ik zal het proberen. Als allereerst hebben we hier een paar drankjes, handdoeken en koude handdoeken en koude drankjes. Heel handig voor als je zweet. En dat was Dubai Vlog 4. Morgen Dubai Vlog 5, de laatste al in Dubai. Een deel in Dubai, een deel bij de tussenstop van het vliegtuig en een deel in België. Ja, morgen naar huis en daarna zullen de vlogs stoppen. Allee, ik ga natuurlijk zeker vloggen, maar de Dubai vlogs zullen stoppen, want dan ben ik niet meer in Dubai. Dus ja, vergeet die zeker niet te checken. En dan zou ik zeggen, slaap wel en morgen al om 6 uur opstaan. Dus...